wat nou als je heel graag aangeraakt wil worden? Je hebt behoefte aan seks, je hebt behoefte aan intimiteit. Je zit al druk te knikken. Maar, Teddy... Ik leef me gewoon heel erg in. Ja? Je mogelijkheden worden ernstig belemmerd door fysieke of mentale beperking. Nou, in zulke gevallen kunnen mensen beroep doen op de diensten van Flexzorg. En dat is een organisatie voor sekszorgverleners die seksuele zorg bieden aan onder meer chronisch zieken, aan ouderen. En bij ons is de oprichter van Flexzorg, Loet Berkelmans. Welkom. Ja, welkom. Wil je wat drinken? Nou, lekker sapje. Ja, je mag iets anders bestellen als je wil. Fijn, nee, daar ben ik heb mij eens doorgekomen dat we ons best moeten doen om niet sekswerker te zeggen. Wat is daar... Dat is eigenlijk een principe kwestie. In de zin van dat wij leveren aanvullende thuiszorg. Mm-hmm. En ondersteuning bij seksualiteit kan zeker ook gezien worden als onderdeel van de zorg, hè, aanvullende zorg. En dat is toch, ja, dat staat dan haaks op prostitutie. Mm-mm. Dus op de sekswerkers. Zeker in deze coronatijd heeft ons dat in ieder geval een klein stukje meegezeten in de zin van dat de contactberoepen en dus ook de aanvullende zorg, die kon weer gaan starten vanaf 11 mei. Dus ja, dan zou het heel vreemd zijn als wij niet weer opnieuw de behoefte in konden gaan vullen. En ja, het bleek wel dat het was echt heel erg moeilijk voor heel veel mensen in de hele zorgsector. En nog steeds. Ja. Er zijn nog steeds instellingen die gewoon een bezoekverbod hebben. Mm-mm. Laten we even terug in de tijd, Loet. 15 jaar terug, waarschijnlijk zelfs meer. Ik wil het even hebben, wat is jouw eigen achtergrond? En wanneer bedacht je nou dat het een goed idee zou zijn als er sekszorgverleners zouden zijn? Ja, nou, ik kom oorspronkelijk uit de verpleging, verpleegkundig A ben ik. En met ervaring in ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgen. En eigenlijk overal kom je het stukje behoefte aan seksualiteit tegen. En ook dat er gewoon geen invulling voor is. Zeker in een verzorgingshuis, in een verpleeghuis, waar ik op een gegeven moment als nachthoofd werkzaam was, zie je een toch dementerende man, vrij dement, en die eigenlijk de hele nacht in zijn bed lag te woelen en goed te bewegen. Ook bezig was om uit zijn bed te klimmen steeds. En alleen maar riep van, oh zuster, help me toch. Helpt iemand mij nou? Komt er iemand helpen? Nou, die man zijn handen werden vastgebonden aan het bedhek. Hij kreeg een onrustband om. Dat kon in die tijd nog. Op dit moment een onrustband? Een onrustband. Klinkt niet prettig. Nee, is ook niet prettig. Vroeger hadden ze voor baby's een soort van slaapzak die dan onder het matras doorging, zodat ze zich niet bloot konden voelen 's nachts. Nou, zo is een onrustband, moet je zien, dat een band die wordt vastgemaakt onder het matras door met banden, zodat iemand gewoon niet kan bewegen. En of tenminste geen kwaad kan. Niet terwijl op bed deze kan, man kan zou geholpen zijn als wat ja, was gebeurd? Ja, bijvoorbeeld. Als ik ben op dat moment, want als ik een paar uur later bij deze man terugkwam, dan stond hij gewoon minstens een meter verder met bed en al. Dat zo erg maakte hij die beweging. Zo erg had hij die behoefte. En hij sliep gewoon niet. Ik ben naar de directie gestapt. Ik zeg van, nou, wij moeten hier iets mee. Ik wil daar in ieder geval wat mee. En dat, nou ja, goed, dat was een diakonessenhuis. Dan snap je al, dat is wat daar gaat. Zeker dat is, ik praat nu over 20 jaar terug. Dat was gewoon schier onmogelijk. Dat kon niet. Nou, die frustraties die lopen natuurlijk op. Je wat ziet jouw voorstel was? Wat mijn zei voorstel je daar? Was om op dat moment gewoon een prostituee te gaan inhuren. Maar dat werd niet met open armen ontvangen? Nee, dat was echt onmogelijk. En wat voor andere bewoordingen ik daar ook voor gebruikte, maakt niet uit. Of iemand die ik privé zou gaan zoeken, die dat eventueel dan die hem wel seksuele handelingen zou verrichten. Of iemand van de familie, zijn vrouw bijvoorbeeld, die nog leefde. Zelfs dat, zijn eigen partner zelfs was zijn geen eigen optie? Partner was geen optie. Want welke taboes kom je tegen als je hiermee aan de slag gaat? Want je gaat hier... Nou, voornamelijk het taboe dat het gewoon ook in de maatschappij nog niet geaccepteerd is. Dat seks
voor geld is vies. Mm-mm. En seks voor mensen met een beperking. Ja, die hebben toch geen seks? En die zouden daar die ook geen behoefte aan hebben? Ouderen, die hebben toch geen behoefte aan seks? Nee, en helemaal niet als je daar dan ook nog geld aan verdient. Mm-mm. En dan alle schimmige zaken die er in de prostitutiewereld natuurlijk leven. Dat wordt natuurlijk ook geprojecteerd op wanneer het een zorgsituatie is. Dan noem je een extreme situatie van een man die vastgeketend wordt, begint te woelen, dat bed staat meters verderop. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere, is er kleiner leed. Wat missen sterker, mensen? Sterker, het is voor iedereen een leed. Want aanraken en behoefte aan seksualiteit, invulling daarvan, is een basisbehoefte. Is een mensenrecht. En wat zag je, als we het dan nog niet eens over die extreme situaties hebben, hè? Maar in de kleinere situaties, wat zag je wat er met mensen gebeurde als ze het moesten missen? Ja, ze zien porno. Dan heb ik het met name over mensen met autisme. Vrij jonge mensen ook. Gewoon het gebrek aan hebben van seksualiteit. Daar geen invulling aan kunnen geven. Dat geeft zoveel frustraties. Dat geeft spanning. We hebben het er al over gehad. Aanraken. Dat kan ontspanning geven. Het kan pijnsensatie verminderen. Het kan zoveel ontspanning geven dat het ook medicatie gewoon verlagend kan werken. Mm-mm. En daar is ook best wel onderzoek naar geweest dat het hebben van een regelmatig een orgasme, en we praten dat is dan voor mannen, dat van één keer per week ongeveer, dat kan de incidentie van prostaatkanker tot 50% verminderen. Ja. Want wat is het verschil tussen, je hebt inderdaad de mensen die hier om vragen, wat is het verschil tussen mannen en vrouwen die deze hulp willen? Is er een... Ja, daar is een heel groot verschil. Dat net zoals eigenlijk in de valide maatschappij, dat je toch veel meer mannelijke prostituanten ziet. Dus die mensen die prostituee bezoeken, behoefte hebben aan invulling van seksualiteit buiten een eigen relatie. Of wanneer er geen relatie is, dat ze toch een invulling willen geven. Mm. Zo zien we dat ook bij vrouwen. Veel minder dat die de weg vinden naar een invulling daarin. Jij zegt dat ze de weg niet vinden. Niet betekent vinden. Dat er een... Ik weet niet of ze het niet vinden, maar ze komen gewoon niet. Nee, maar dat suggereert toch dat het niet alleen maar te maken heeft met verschillende behoeften tussen man en vrouw, maar misschien zelfs nog wel een taboe. Het is zeker een taboe bij vrouwen, want er is in 2006, heeft Rutgers Nissel al onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar de behoeften, naar het verschil van behoeften van mannen en vrouwen. En daaruit is gebleken dat vrouwen eigenlijk dezelfde behoeften hebben als mannen, zo niet groter. Nu is 15 jaar geleden besloot je, als ik het niet geregeld krijg, mijn baas het niet... Nee, het was eigenlijk zo 15 jaar geleden. Ik was betrokken bij een thuiszorgorganisatie als directie. En wij waren eigenlijk altijd op zoek naar uitbreiding van zorg. En dus ook zorgproducten, dus ook ondersteuning bij seksualiteit kwam op een gegeven moment om de hoek kijken. En dat bleek gewoon onmogelijk om dat binnen die reguliere thuiszorgorganisatie te implementeren. Mm-mm. En achteraf snap ik dat ook best wel, dat het heel erg moeilijk was, omdat je toch... Hoe moet ik het benoemen? Je krijgt, het is heel moeilijk, hè, als je dat binnen dezelfde thuiszorgorganisatie zou doen, het product aan zou bieden als zijnde verpleging. Dat moest een aparte en ook een stukje ondersteuning bij seksualiteit. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment leidde dat tot een conflict met mijn toenmalige compagnon. Dan heb ik gezegd van oké, dan ga ik alleen verder. En ga ik flexzorg oprichten. Dat is 15 jaar geleden. Ja. Neem ons heel eventjes mee. Hoeveel aanvragen krijg je en wat gebeurt er dan? Is het gewoon, ik bel, ik zeg, ik lig hier... Nee, en zo ik werkt heb, het niet. Nee, nou, hoe werkt het wel? Iemand, het zij begeleiding, het zij een cliënt zelf, het zij familie, noem maar op, wie dan ook, die heeft zoiets van, er is behoefte en ze komen met ons in contact. Nou, dan gaan we in eerste instantie informatie sturen van wie zijn we, wat doen we precies en wat gaat het kosten. Nou, vertel. Vertel. Ja, dat is een beetje afhankelijk van, we gaan eerst een gesprek aan, een inventarisatiegesprek, intakegesprek, kost €60. Altijd met de cliënt zelf of kan dat ook met dat mijn broer dat moet oplossen? Samen.
soms samen. We spreken het liefst wel met de cliënt zelf. Ja. We willen graag van jou weten wat jij dan... Inventarisatie. Hoe je dat zou willen. Voor 60 euro vertel ik precies wat ik wil hebben. Ja, dan wordt het allemaal netjes opgeschreven. Dan gaan we vanuit die inventarisatie gaan we kijken van wie zou daar het beste bij passen. Mm-mm. En dan gaan we een voorstel doen van deze of gene die kan bij jou komen. En zeg maar wanneer dat je dat wil. Wat vind je van dit voorstel? Nou, als dat goed is, oké. Okay. Dan is ook afgesproken van hoe lang een afspraak moet duren. Wat er ook gedaan wordt binnen een afspraak. Dus ook de seksuele handelingen worden gewoon eigenlijk uitgevraagd. Kan alles? Nou, bijna alles. Er is veel, veel bespreekbaar. Alles is bespreekbaar en veel is mogelijk. Seks met kinderen, seks met dieren is uitgesloten. En voor de rest is het in ieder geval bespreekbaar. En dit gaan gaat we kijken dus ook... of we daar een invulling aan kunnen. En de onmogelijkheden zitten in veel gevallen, denk ik bij deze cliënten, juist in hun eigen fysieke beperkingen. Ja. Een man die geen... Maar ook in hun eigen wensen. Dat als ik bedenk dat nou ja, invullen van seksualiteit is heel individueel. Maar dat mensen met name met autisme of met beperking, die hebben heel weinig referentiekader van hoe gaat dat nou? Hoe gaat dat nou, zo'n seksuele relatie? Dus die zien eigenlijk alleen maar porno. En, of wat ze op tv zien. Nou, dat is... Ja, als ik naar porno kijk, ik kijk daar met een heel ander beeld naar. Maar als dat een reële seksrelatie zou voorstellen... Ja. Dan krijg ik inderdaad vragen van ik wil zus en ik wil een vrouw met allemaal Pamela Andersons willen ze dan. En ik zeg, nou, zo werkt dat niet. Fotomodellen, dat gaan we ook niet doen, lange benen. Want wie zijn, want je hebt inderdaad dus oudere mensen met een beperking. Jij hebt ook een bestand aan mensen die je dus, waar je ze aan kunt koppelen. Wat zijn dat voor, waar komen die vandaan? Ik zag als ik een voorlichting geef, met name op scholen in de zorgsector, of in een verzorgingshuis, dan zeg ik altijd, het zou je buurvrouw kunnen zijn. Of buurman kunnen zijn. En dat is ook letterlijk zo. Eigenlijk is het bestand van verzorgenden is heel divers, in leeftijd variërend. Van op dit moment is de jongste 29 en de oudste is rond de 60. En alles wat daar zit tussenin zit heel schalen. Ja. En ook qua uiterlijk en qua achtergrond. Natuurlijk is het hebben van een verzorgende opleiding of achtergrond is een hele grote pre voor ons, maar geen must. Er zijn ook een aantal vrouwen, voornamelijk vrouwen hebben we het over, die bijvoorbeeld ervaren hebben in hun eigen omgeving dat iemand behoefte heeft aan seksualiteit en daar... bij denken van, goh, dat zou ik eigenlijk best wel kunnen. En dus zorgverleners zijn ook bij uitstek geen mensen die zelf die daarvoor als sekswerker hebben gewerkt? Dat kan, maar dat zijn lang niet, dat is voor ons lang niet altijd een pre. Er zijn weinig sekswerkers die als seksverzorgende heel goed functioneren. Je noemde net de leeftijden van de zorgverleners. Waar moet ik aan denken, de leeftijden van de afnemers? Noem maar wat. Dat begint bij 18. Dat begint bij 18. Hoe oud is een oudste cliënt? De oudste cliënt was, want hij is inmiddels overleden helaas, maar die was 104. Kijk. Toen hij zijn laatste afspraak maakte. Kijk. Wauw. Nu... En hij wilde niet zo'n hele jonge verzorgende. en nog even voor de cijfers. Hoe vaak wordt hier nou gebruik van gemaakt? Wat voor cijfer wil je horen? Hoeveel afspraken we per week, per maand, per jaar? Ik heb trouwens helemaal geen idee in welke verhouding dat staat. Nee, dat is heel ingewikkeld. We hebben inmiddels 3000 cliënten. En ik denk dat de cliëntenstroom wordt eigenlijk alleen maar groter. We groeien al 15 jaar en we blijven groeien. Nou, de coronacrisis heeft natuurlijk daar een hele grote deuk in ingeslagen. Ja. In ieder geval stilstand gebracht. Maar het is onvoorstelbaar hoe groot die vijver is. En 15 jaar lang doe je dit nu. Merk je dat het werk
inmiddels makkelijker geaccepteerd wordt? Of is het nog altijd een groot taboe? Ja, er is nog heel veel werk te verzetten. Ik heb wel eens met de seksuologen daarover gesproken. Boetje Notte, dat is op zich een heel gerenommeerd ex, in ieder geval met gepensioneerd seksuoloog. Die zei van, Loet, ik schop al 25 jaar tegen huisjes aan. En ik schop er al 25 jaar tegen aan. Maar je zal het nooit, al schop jij nog 25 jaar. Je krijgt het nooit, het taboe, helemaal geslecht. En ik denk dat dat ook zo moet. Dat seks is toch voor heel veel mensen, voor het gros van de mensen, is iets wat je met z'n tweeën doet. Nou ja, triootjes en gangbangs uitgesloten. Dat mag ook allemaal. Maar dat met z'n tweeën in de slaapkamer. Met het licht uit, gordijnen dicht. En de buurvrouw mag het vooral niet weten. Ja. En de buurman. Nee, want die is werkt bij Flexor, de buurvrouw. Bijvoorbeeld. om dat taboe te doorbreken, heb je één argument waarvan je zegt, ja, dit is onweerlegbaar. Hierom doe ik het. En blijf ik tegen die huizen schoppen? Ja, sowieso. Omdat nogmaals, het is gewoon een mensenrecht. Artikel 25, lees het er maar op na. Dat iedereen het recht heeft op een zo hoog mogelijke standaard van sociaal emotioneel welzijn. Ja. Waaronder seksualiteit. De WAS, de World Association of Sexuality, mm-hmm. heeft dat samen met de WHO vertaald naar seksuele rechten. En dan moet iedereen dus recht hebben op een invulling van seksualiteit. Ja. En is er zo één verhaal wat je meteen te binnen schiet, de situatie van dat, ja, maar deze man of vrouw is zo opgebloeid, is zo gehoord? Ja, er zijn zoveel situaties te noemen. Eigenlijk iedereen, mensen die minder medicatie nodig hebben, ik krijg wel eens een berichtje of een telefoontje van begeleiding, die zeggen van, nou, hij loopt gewoon al een week lang te stralen hier. Oh. En iemand is rustig, hij is hanteerbaar, handelbaar. En zeker ook nu in deze tijd, ja. met dat mensen gewoon 2,5 of 3 maanden lang geen afspraken, geen aanraking hebben kunnen ontvangen. Die zijn zo gefrustreerd dat sommigen gewoon zeiden van, nee, iemand is gewoon zo onhandelbaar geworden. Mm-mm. En dan zeg ik op mijn beurt van, ja, het is ook gewoon noodzakelijke zorg. Mm-mm. Voor deze cliënt. En daar moet gewoon vergoeding voor komen. Daar moet gewoon toestemming voor komen dat bezoekverbod wel eventjes opgeheven wordt in deze situatie. Want nu is er geen vergoeding. Je vertelde vooraf even kort, er zijn mensen die hier heel erg lang voor sparen. Ja. Welk verhaal vertelde je toen? Het verhaal vertelde ik dat ik bij een cliënt kwam op intakegesprek. En dat hij zei van, ja, je ziet het wel, ik heb niet zoveel geld. Ik moet echt sparen voor afspraken. Maar dat doe ik. Ik leg €5 in de week opzij. En let wel, want ik ben een echt seksbeest. En dan wil ik toch wel minstens een afspraak. Eigenlijk wel een afspraak. 1 keer per jaar wil ik dan toch wel een afspraak maken. Kijk, dat noem ik nog eens een seksbeest. Maar er zijn ook cliënten die toch graag elke week af willen spreken. Ja. Of elke maand. Normale frequentie, of tenminste wat is de meest voorkomende frequentie, is 1 keer per maand of 1 keer per 2 maanden. Ik wil je heel hartelijk danken. Ik hoop, vooral, ik ben blij met het doorbreken van het taboe. Ik hoop dat, mocht ik zelf in een situatie komen waarbij ik daar behoefte aan heb, dat ik dat gewoon open en eerlijk mag zeggen zonder dat er een taboe is. En jij helpt. Ja, hopelijk heb je dan mensen om je heen die dat herkennen. Want dat is de allergrootste bottleneck. Hè? Ja. Dat de omgeving, de familie en de verpleging ook. Ja, precies. Ja. Stop niet met schoppen tegen je huisjes. Hartelijk dank de oprichter van Flexor, Loet Berkelmans. Ja.